Hoi, vandaag ben ik bij Samsung en daar heb ik een hele bijzondere reden voor. Samsung lanceert namelijk de nieuwe Galaxy Z Fold 5. Een unieke, vouwbare telefoon en ik heb de eer om hem alvast te mogen bewonderen. In deze video vertel ik je wat er nieuw is en wat er verbeterd is ten opzichte van zijn voorganger, de Galaxy Z Fold 4. Ik vertel het je in de komende minuten. Fold is Engels voor vouwen en dat is eigenlijk meteen wat deze telefoon uniek maakt. Je kunt de Samsung Galaxy Z Fold 5 vouwen. En daardoor heb je eigenlijk het idee dat je een laptop en een telefoon in één hebt, maar daar vertel ik je zo meteen wat meer over. Laten we beginnen met de verschillende standen van deze telefoon. De Z Fold 5 past dichtgevouwen prima in je broekzak en is in die stand zelfs ietsje dunner en lichter dan zijn voorganger. En vanuit die dichtgevouwen stand heb je met een 6.2 inch coverscreen eigenlijk al een volwaardige smartphone in je handen die je gewoon met één hand kunt bedienen. Klap je hem dan wat verder open, dan kom je in de flex mode terecht en dan kun je gebruik maken van twee schermen tegelijk. Kijk bijvoorbeeld op je bovenste scherm naar een YouTube video terwijl je onderin je berichten beantwoordt. En met die optie tot multitasken is deze telefoon eigenlijk net zo efficiënt als een laptop. En als je de telefoon dan helemaal uitklapt, dan heb je een 7.6 inch edge-to-edge scherm in je handen. En dat is echt groot. Bovendien ligt dat scherm op tot 1750 nits, wat erop neerkomt dat je altijd helder beeld hebt. Zelfs als je buiten loopt en de zon vol op je scherm schijnt. En op dat grote scherm kun je je helemaal uitleven. Je kunt namelijk net als in de flex mode meerdere apps tegelijkertijd gebruiken. Dus lees aan de ene kant het nieuws terwijl je aan de andere kant aan het gamen bent. De mogelijkheden zijn eindeloos. Verder zit er ook een taakbalk onderaan je scherm die jouw toegang geeft tot jouw meest gebruikte apps. En ja, zo gaat die vergelijking met een laptop eigenlijk steeds verder op. En heb je nou ook nog andere Galaxy-apparaten, bijvoorbeeld een tablet of een smartwatch, dan blijf je dankzij het Galaxy-ecosysteem verbonden met al die apparaten en kun je moeiteloos wisselen tussen de devices. Tot slot het uiterlijk. Daar moeten we het natuurlijk ook even over hebben. En deze Samsung Galaxy Z Fold 5 komt in drie kleuren. Phantom Black, Cream of Icy Blue. Het design van deze telefoon is niet alleen uniek omdat je de telefoon kunt vouwen, maar ook vanwege het Zero Gap design. En dat is iets wat de Samsung Galaxy Z Fold 4 nog niet had. Het Zero Gap design betekent eigenlijk dat je geen gat meer ziet als je de telefoon dichtvouwt, want het scharnier is verbeterd. En dat maakt de telefoon niet alleen steviger, maar ja, het ziet er natuurlijk ook gewoon vooral een stuk mooier uit. Dus, ben jij op zoek naar een telefoon die eigenlijk echt in de buurt komt van wat een laptop allemaal kan en met eindeloze mogelijkheden en een heel groot, vet, vouwbaar scherm? Dan moet je de Galaxy Z Fold 5 hebben. Klik hier om hem alvast te bestellen en vergeet ook niet te liken en te subscriben of de beschrijving te checken voor meer informatie. En dan zie ik je heel graag de volgende video weer terug. Ciao!